gisteren was er opeens Deroy Duarte. En ja, die verbaasde vriend en vijand door 2 keer te scoren. En eerder vandaag spraken we met hem. En toen vroegen we aan hem, ja, is het nou een zekerheidje als jij die bal buiten de 16 voor je rechter krijgt? Ja, ik had bijna elke wedstrijd had ik wel een kansje. Niet eens zozeer 100% kans of zo, maar het kon er zeg maar wel ingaan. Dus ik snakte wel echt naar die goal. Dus, en dat hij uiteindelijk dan komt en dan nog 2 keer, ja, dat voelde gewoon als een opluchting. Ja, opluchting. Nou, dus maak je eerst 2 doelpunten in de Eredivisie. Dan vier je natuurlijk wel een feestje gisteravond in Rotterdam, of niet? Ja, natuurlijk. Je krijgt heel veel berichten. Familie is natuurlijk trots. Vrienden, iedereen. En ja, het voelt gewoon... De wedstrijd heb ik teruggekeken en... Is eigenlijk nog steeds wel gek om jezelf zo te zien, man. Gewoon op tv. Ja, dat kan ik me voorstellen. Als je dat terugkijkt van het juichen, welk juichen was mooier? Ja, bij de tweede goal. Wel, die tweede trap, goal, hè? Bij die cornervlag. Ja, die trap. Ja, zeker. Hebben we vaker gedaan op die manier? Ja, in de jeugd heb ik het wel eens vaker gedaan. Maar ik had het gezien bij Klaas-Jan Huntelaar. Klopt. Op het WK tegen Mexico. Ja. En vond ik wel wat hebben en... Toen dacht ik van, hé, dat ga ik ook wel eens een keer proberen. Ja, dus goed gekeken naar Huntelaar. Ik denk dat hij, als hij deze terugkijkt, denkt hij, ja, hij heeft wel goed opgelet. Want ik zat gisteravond ook te kijken met vrienden die zeiden, huh? Dit doet me denken aan het WK. Maar dan hebben zij dus gelijk gekregen. Sowieso is het een goed seizoen voor jou, Deroy. Want je bent nu onbetwist basisspeler. Ja, het gaat opeens heel snel. Dat is eigenlijk wat ik altijd al wilde. Aan het begin van het seizoen sprak ik ook uit van dit wil ik bereiken. En het is op zich vrij snel gegaan en ik ben daar gewoon heel erg blij mee. Is het dan ook, je bent een groot talent, club zit al jaren achter je aan. Je hebt heel bewust gekozen om bij Sparta te blijven. Je broer speelt bij PSV. Is dat ook een beetje een lange neus maken dat je zei, ja, zie je man, je moet gewoon bij Sparta blijven. Krijg je een eerdere kans in de Eredivisie? Nou ja, kijk, dat zozeer niet echt, maar ik had wel zoiets van, ja, als ik naar een andere club ga, dan kan het zomaar wel lastig worden. Dat hij naar PSV is gaan, ja, is gewoon zijn eigen keuze en die heeft hij ook gewoon zelf gemaakt en bewust gemaakt. En ja, dat is gewoon nogmaals zijn keuze. Maar ik had wel het gevoel van, bij Sparta kan ik het sneller halen en Sparta kent mij. Ze kennen mijn kwaliteit en vooral met Pastoor, die veel jeugd, die het jeugd veel de kans geeft. Had ik wel eens iets van, hé, hier kan ik het echt halen. En, ja, want hoe belangrijk is de trainer voor jou? Ja, hij heeft me er best wel vroeg bij geroepen. Ik was eerste jaar A en toen mocht ik al mee trainen en mee op trainingskamp. Dus ja, hij heeft me gewoon heel vroeg laten proeven van het niveau en daar ben ik hem zeker dankbaar voor. Ja. Ik heb je een paar keer bij onder 19 zien voetballen, daar ben je meer controlerend. Bij Sparta speel je iets meer naar voren. Waar ligt jouw voorkeur? Ja, ik denk toch wel, ik vind afvallen toch wel op zich wel leuk, omdat je dan toch wel vaker voor de goal komt. Zoals gisteren, dicht bij de 16. En dan kan ik gewoon lekker uithalen. Dus ik denk dat dat me wel lekkerder ligt. Oké, heel goed. Wat zijn je doelstellingen eigenlijk voor dit seizoen? Ja, sowieso met Sparta in de Eredivisie blijven. Zoveel mogelijk scoren, zoveel mogelijk minuten maken. En gewoon ontwikkelen, man. Gewoon, ik moet gewoon een vaste waarde blijven en gewoon belangrijk worden voor de club. Dus dat wil ik wel heel graag, ja.